Voor de vierde keer organiseren ze in Boskant Boskant Challenge. En deze keer een zeskamp. We gaan eens kijken wat ze voor spellen hebben. Wat is nou de bedoeling van dit spel? Van dit spel zo snel mogelijk water uit de ton pakken voor. Over de hindernisbalk lopen. Naar de pallets toe. Naar de gast die op de wip staat. En op de kant, of tuimelaar zeg maar. Moet je boven in de schaal de water ingieten. En dan moet je met zijn hoofd de andere kant op gaan. En daar weer in de ton doen. En wie dat snelste het meeste water overbrengt. Die aantal punten krijg je dus is straks de winnaar. En gaat dat goed? Dat gaat leuk. Ja, is heel leuk om te zien. Alleen als je zelf meehelpt met een beetje de ton omhoog houden, dat er iets meer water in komt, dan gieten ze ons wel langs. Dan worden ze zelf ook nog een beetje nat, maar ja, met die weer kunnen we het gebruiken. Oh, dat kunnen we wel hebben, hè? Boskant Challenge, voor de hoeveelste keer is het nou? Het is de vierde editie. Dit jaar als eerste keer als zeskamp. En het andere jaar hebben we het als obstacle run gedaan. Ja. Hoeveel deelnemers hebben jullie gehad? We zitten nu aan de ruim 80 deelnemers. En dan zie ik verschillende spellen. Zijn de spellen ook in categorie voor jong en oud? Ja, zeker. Alleen de stormbaan die je erachter ziet, die is misschien wat moeilijk te doen voor wat ouderen of niet. Ja, dat is net, iedereen kan op zijn eigen tempo zijn spellen doen. Hè. Dus in principe is het voor iedereen toegankbaar, zeg maar. Dus. En de winnaar? De winnaar die krijgt een prijs. Een grote trofee eigenlijk, een soort wisselbeker. We hebben voor iedereen natuurlijk ook een andere kleinigheid. Iedereen krijgt sowieso een medaille. En wat consumptiebonnen voor de winnaars. Maar we hebben een grote wisseltrofee. En die wordt elke keer uitgereikt aan de algemene winnaar van Boskant Challenge. Dus. Wat gezellig hier. Ben ik jullie publiek vandaag? Wij zijn publiek. En voor wie? Voor de kinderen en voor de jeugd. En manlief is aan het helpen, dus ja, daar moeten toch enthousiast komen kijken. Hè? Maar zelf meedoen? Nee. Wij laten de kleinkinderen mooi meedoen. Hè? En de ouders moeten maar meehelpen. Wij mogen nou genieten. Ja, gaat groot gelijk. En gaat hier wel eigenlijk hartstikke mooi zijn? Wij hebben hier een super goede plek. Lekker schaduwken, liggen heerlijk. Je kunt mooi alles overzien. Alles kunnen we in één keer zien, ja. En je zit vlak bij de... Bij ook de ook heel belangrijk. Ja, nee, is prima. Ja, bijna 2 minuten. Hey, dit is al lang dan de wiel. Hey, ja, dat... Goed zat, toch? 13:27, afgerond 2 minuten.